Nou, deelnemers die we niet kunnen zien, goedemiddag. Fijn dat je met ons samen via de bril van de renovatieversneller naar een samenwerkingsverband in Utrecht wilt kijken. Wij hebben in de 20 minuten die we voor ons hebben een aantal stappen waar we informatie mee aan jullie willen geven. En de eerste informatie die we jullie geven, ik krijg trouwens een appje dat we gezien worden, dus mooi, we hebben publiek. Ja, de eerste informatie die we jullie willen geven is wat de renovatieversneller is. Voor een aantal van jullie zal dat wel bekend zijn, daarom een hele korte wrap-up. Aan de hand van de praatplaat die jullie nu op het scherm zien. Wij komen voort uit de klimaattafel, het klimaatakkoord, de klimaattafel gebouwde omgeving. En onze doelstelling is om in de komende jaren heel veel woningen te gaan renoveren. En we beginnen daarbij met vooral corporatiewoningen en proberen die als een drager te laten zijn voor die versnelling. En als je aan de rechterkant van de praatplaat kijkt, dan zie je dat we daar een aantal instrumenten voor hebben. We hebben een vrij groot eiland, noemen we dat, waarin we kennis delen. En ook kennis hebben verzameld van onze voorgangers. Er zijn al veel meer partijen met dit onderwerp bezig geweest. Ik noem de stroomversnelling, ik noem TKI Urban Energy. En daarmee wil ik niemand tekort doen. We hebben een ondersteuningsteam. Dat zie je op het tweede eiland. En er is een subsidieregeling die dit jaar voor het eerst is toegepast. Waar we ook een aantal aanvragen in hebben gehad. En een aantal is in dit geval geen twee, maar drie. Dat is relatief weinig. En we merken dat dat komt omdat wat wij in de subsidieregeling aan uitgangspunten hebben gezet niet altijd aansluit bij waar partijen in de praktijk mee bezig zijn. Dus we zijn op zoek naar hoe kunnen we de volgende trans meer laten aansluiten bij wat nodig is. Maar de mensen met wie we nu in de workshop zitten, hebben het lef gehad om wel de eerste subsidieaanvraag te doen. Nou, als ik naar het midden van de praatplaat ga, dan zie je welke partijen allemaal betrokken zijn. Dat zijn er veel. We doen het voor de planeet, voor de bewoners, voor het comfort van bewoners, maar ook voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving in zijn algemeenheid. We hebben heel veel partners. Brancheorganisaties zijn de founding fathers. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken accorderen zij ook ons programma en werken ze met ons mee. Maar het meest spannend in de praatplaat vind ik die treintjes. Want we willen echt een kanteling in de uitvoeringspraktijk teweeg brengen. Omdat de kennis die we hebben opgedaan is dat als je niet standaardiseert in de aanpak van woningen, van complexen. Als je niet industrialiseert om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden uit de markt. Als je niet samenwerkt zodat niet iedereen het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Als je geen draagvlak weet te vinden onder bewoners. Dan gaat het niet snel, maar komt het ook nooit goed. Dit is een lerend programma. We zijn anderhalf jaar bezig. En ik geloof erin dat we ver gaan komen met deze beweging. En het allermooiste wat ik erin zie is dat opdrachtnemers, marktpartijen, steeds minder afwachten wat opdrachtgevers van ze vragen. Maar dat er initiatieven uit de markt komen waarmee ze opdrachtgevers verrassen. En dat doet mij heel veel goed. Ik geef graag het woord aan jou, Samantha, om de overstap naar Utrecht te maken, want daar komt een prachtig verhaal vandaan. En voor alle deelnemers, geniet ervan, leer ervan en neem het goede uit de voorbeelden over. Veel kijkplezier. Dankjewel. Nou, zoals Margriet al mooi zei, het is een soort appetizer. We zitten echt met time management vandaag, 20 minuten, om eigenlijk heel veel leerervaringen te delen. En zeker van de Utrechtse renovatieversneller, die waar vandaag aanwezig is. Ik heb hiervoor bestuurder Karin Verdoren aanwezig van GroenWest, Dirk Huibers van Octo en Rob Withaar van Talen Vastgoedonderhuis, commercieel directeur. Alle drie erg betrokken en gedreven in het verhaal en hebben ook allemaal hun eigen leerervaring en tips richting jullie als deelnemers van deze mooie breakout room. En voor vragen kan je ze best in de chat stellen, gezien de tijd. Kunnen we ze helaas niet beantwoorden, maar we komen er dan zeker achteraf op terug. En zoals eigenlijk Armagiet aangaf, we willen met treintjes gaan werken. Samenwerken wordt gezien. En draagvlak wordt wel eens gezien als een heikelpunt. Maar ook besluitvorming is een ervaring waar we merken dat het soms lastig is om die te verkrijgen. En zeker bij woningcorporaties. Dus ik ben heel erg benieuwd, Karin, naar jou.
Even de context te schetsen. Jullie zijn natuurlijk in Utrecht bezig met meerdere woningcorporaties en vaste ketenpartners om samenwerking te vorm te geven. Dat bestaat uit woningcorporaties, installateurs, techbedrijven zoals Octo, om dat vorm te geven. Maar als je het hebt over besluitvorming, jullie hebben dus te maken met meerdere besluitvormingsprocessen. Hoe heb je dat ervaren en gedaan? Ja, dat is altijd ingewikkeld met veel partijen, maar het voordeel in Utrecht was dat we al veel langer samenwerkten. Zeker als woningcorporaties, ze hebben een hele lange historie om samen te werken. En de deelnemende partners werkten ook samen met eigen ketenbedrijven. Dus dat was een enorm voordeel en we vertrouwden elkaar en we kenden elkaar. En wat hier voor ons als corporaties, we willen allemaal bijdragen aan een beter klimaat en dat klimaatakkoord naleven en gaan voor CO2-neutraal. Het lastige is dat je zelf ook al met je meerjaren onderhoudsprogramma zit, met je eigen onderhoudsprocessen. En dit komt er eigenlijk langs zij invaren. Dus wat ik zelf merkte bij onszelf als Grondwest, maar ook bij andere corporaties, hoe ga je meedoen aan zoiets innovatiefs, wat met samenwerking, wat ook nog ingewikkeld is. En zorg je dat er voldoende capaciteit is, ook in je eigen bedrijf. Ja. En die urgentie en die capaciteit, dat was denk ik nog het lastigste voor onszelf te regelen. Urgentie, capaciteit, maar ook met de anderen. Hoe hebben jullie dat vormgegeven eigenlijk, dat proces? Hebben jullie samen een ambitie? En dat had je natuurlijk neergezet. Hoe hebben allemaal dat dan? Hadden we al de ambitie om CO2-neutraal te gaan. Maar het besef wel dat als we elk als afzonderlijke corporatie daaraan werken, met onze eigen partners, dat je toch te weinig meters maakt. Dat er toch iets versnelling moet komen. En dat kan door heel erg samen te bundelen, een opgave in de markt uit te vragen en ook de markt uit te dagen met innovatieve oplossingen te komen. Want daar kan echt nog heel veel gebeuren. En je noemt het heel specifiek, hè, over je eigen belang. Heb je daar ook een leerervaring in? Want je zegt het nu zo mooi specifiek. Ja, het is gewoon ook de inzet van de bestuurder zelf om daar het boegbeeld in te zijn, zowel extern als intern. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want we hebben allemaal zoveel prioriteiten. En als je prioriteit net ergens anders ligt, dan zie je dat die focus bij je eigen organisatie en bij de anderen er ook niet is. Dus als je ervoor gaat, laat zien dat je ervoor gaat en besteed de tijd aan. Ja, en heb je daar, als je het weer concreet wil maken, een tip van hoe hebben jullie het dan gedaan? Hè? Dat steek de tijd in? Hoe? Nou, wat we hebben gedaan is ook weer die andere bestuurders bij elkaar te roepen en gewoon benoemd. Jongens, we zien wel dat wij willen, maar hoe zorgen we nou dat onze mensen meekomen? Want daar horen we ook van dat dat wat minder loopt of dat er minder tijd is. En elke bestuurder heeft het gedaan in zijn eigen organisatie. Maar die gemeenschappelijke drive, dat ideaal, dat was er wel. En dat is wel iets om op voor te bouwen. En het gaat ook vaak om een vonk tussen bestuurders. Het zijn niet alleen organisaties die samenwerken. En als die er is, ook op de werkvloer, dan werkt het ook enorm. Oh, dus eigenlijk vonken op verschillende niveaus is een belangrijk punt. Dankjewel Karin. Ik vind het ook wel een heel mooi verhaal richting jou, Rob. Want we hebben natuurlijk te maken ook met verschillende co-makers. En je vertelde in de voorbereidingen dat jullie elkaar als ketenpartners van de corporaties, dus verschillende vastgoedonderhoudsbedrijven, elkaar hebben gevonden. Maar hoe hebben jullie dat gedaan, Rob? Ja, dat was een hele uitdaging. In 2019 is er een ambitie uitgesproken vanuit de provincie om fors woningen te gaan verduurzamen in een versneld tempo. Nou, die ambitie die is hoog op de agenda gekomen bij Karin, onder andere bij GroenWest, maar ook bij de andere koopcorporaties. En toen werd al heel snel duidelijk dat gaf zo'n druk. En er waren een aantal co-makers al aanwezig binnen die corporaties. En die hebben tegen elkaar gezegd, we hebben elkaar opgezocht en gezegd van ja, die verantwoordelijkheid die nemen we. We gaan de krachten bundelen, we gaan de kennis vangen. Maar hoe gaan we dat dan doen? Maar we willen gewoon die Utrechtse renovatieversneller zijn. En wat is dan die Utrechtse renovatieversneller? Wat is de reden dat jullie willen samenwerken bijvoorbeeld? Ja, dat zijn dus de geselecteerde onderhoudsbedrijven die vaak al geselecteerd waren bij corporaties. En dat zijn er in dit geval een 12 co-makers. Die hebben de krachten weten te bundelen. En dat heeft veel inzet gekost om in ieder geval allemaal eenzelfde richting te kiezen. Van hoe gaan we dan delen en wat is dan delen? Hè? En vooral het spiegelen van de kennis. Versterk je enorm. Daar zijn we ook achtergekomen. Van hoe kan het nou zijn dat er in jouw optiek
deze variant uit een bepaald complex moet komen en hoe kan dat dan bij mij anders zijn? En juist die kennis met elkaar te delen, kom je tot een meest optimum en ook een versnelling. En wat is jouw belangrijkste leerervaring dan met dat kennis delen? Gaat dat heel makkelijk of merk je toch wel dat het lastiger is in de praktijk? Het is altijd lastig. Het is altijd lastig om juist op woningtypologie gewoon je kennis prijs te geven. Maar de wil in de werktafels. We hebben die werktafels op 4 elementen, hebben we ze samen. Op eigenlijk 5 elementen. Op beeldherkenningen, daar komt Dirk zo nog even op. Maar vooral gevel, dak, vloer, installatie technisch. Die werken nauw met elkaar samen. En we spiegelen juist de kennis van elk individueel bedrijf. En die kennis wordt samengevoegd. Hoe kan het nou dat er bij jou een bepaald model uitkomt en bij mij een ander model? En juist die verschillen zijn we aan het toetsen op de CO2 footprint. Want we hadden al heel veel ontwikkeld als onderhoudsbedrijf in het RGS-model. Het resultaatgericht samenwerken model. En juist dat model zijn we aan het optimaliseren naar een gestandaardiseerd proces. En als je kijkt naar een gestandaardiseerd proces, ik hoor je treintjes, wil je ermee maken. Maar wat is nou je belangrijkste tip om daar te komen? Zeker op dat kennis delen, om de mensen verder te kunnen helpen. Om te samenwerken met ketenpartners. Ja, leuke vraag. Dat is dat wij het procesmodel eigenlijk van het RGS procesmodel, dat de portefeuille, de initiatiefase en die plannen doorontwikkelen. Daar zien wij een enorm voordeel in dat wij vooraf weten van corporaties wat de opgave is, waar ze naartoe willen, wat de klimaatdoelen zijn. En in Utrecht is dat gevat in een soort donutmodel waarin 5 elementen centraal staan. Dat duidt dus op dat klimaatdoel. Wij proberen dat in variantenstudies... proberen we al die elementen met elkaar te verbinden, met elkaar. Er wordt al heel snel duidelijk, hebben we voldoende partijen aan tafel, of moeten we ook de toeleverende industrie aan laten sluiten? En we worden ook benaderd, veel benaderd door de toeleverende industrie. Dat is heel mooi te zien, dat ze ons zien ontwikkelen en die kennis, die wordt nu al ingebed in, ja, wij noemen dat productenmatrixen. En die zijn we op dit moment aan het vullen met elkaar en daar worden ook weer andere achterwaartse ketenpartners aangekoppeld. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een mooi streven. Het is eigenlijk een natuurlijk proces geworden van kennis versnellen, maar ook van het optimaliseren van het hele proces. En waardoor wij zien dat het versneld tot een gestandaardiseerd proces gaat komen. Ja. Nou, daar gaan we de komende maanden, zoals we het nu op de agenda hebben staan, zullen we daar heel hard mee gaan oefenen. Dat we bij een volgende sessie van de renovatieversneller mee kunnen liften op de mogelijkheden die ons geboden worden. Klinkt als een heel mooi streven. En je had ook over portefeuille en vooraf inzichten. En jullie hadden ook over de matrix. Maar je gaf ook al een beetje een klein linkje natuurlijk naar het digitaliseringsmodel. Het beeldherkenning, om zo te zeggen. En dat is natuurlijk ook van jou toe, Dirk. We hebben die samenwerking, we hebben die ketenpartners. En nou ja, Rob zei al, kennis delen is lastig. Hoe werkt digitalisering voor deze samenwerking? Ja, mooi bruggetje, Samantha. Creatief. Ik denk dat wat goed, als digitalisering goed werkt, dan stelt het in staat om dus ook uniform kennis te delen. Dus wat je nu vaak hebt, dus kennisdeling, is ik interpreteer iets op ene manier en iemand anders hoort weer iets en die interpreteert het net iets anders. En voor je het weet krijg je een soort Chinese whisper effect, dat de uiteindelijke boodschap die over is gekomen totaal ergens anders, die was anders, wordt anders opgenomen dan die ooit bedoeld is. En het mooie van data of digitalisering is dat het ergens uniform is. Het zet gewoon harde cijfers op tafel. En het kan bijvoorbeeld zijn, nou, we zien in deze wijk zijn 35 dezelfde eensgezinswoninkjes uit de jaren 70 met dezelfde gevel over 3 corporaties verdeeld. Als dan toch iemand aan de slag gaat, pak gewoon 1 aannemer al die 35 op, want waarom zouden 5 verschillende aannemers allemaal een plannetje maken voor al die woningen? En dat gaat eigenlijk nog voor die kennisdeling van, oké, je wilt proberen dat heel uniform en neutraal op papier te zetten. En dan vervolgens pak je het menselijke brein om daar een creatief mooi scenario op te ontwikkelen. En als dat dan is ontwikkeld, het creatieve scenario, wil je het ook weer met iedereen delen. En spiegelen naar al die andere woningen die misschien wel in Arnhem staan in plaats van Utrecht, die ook hetzelfde zijn. Dus dat je dat scenario daar ook in neer kan leggen. En ik denk dat de goede kennisdeling is dus een combinatie van digitalisering, een soort Wikipedia, maar dan voor bouw.
En gewoon de mensen die er naar kijken en dat ook verder vullen. Dus eigenlijk, het zou een hele goede lijmer of verbinder kunnen zijn als je het hebt over, hè, we moeten op bestuurlijk niveau een klik hebben, maar ook op andere niveaus. En als ik Rob zo hoorde praten, dus de ketenpartners, kan het dus volgens jou inderdaad bijdragen aan dat integrale. Maar heb je ook nog een tip, zeg maar, voor partijen om deze stap te kunnen zetten? Ja, absoluut. Ik denk, begin met een mooi probleem en begin klein. Een goed probleem is, dat verenigt de prioriteiten. Wat Karin net ook al aangaf, het moet de juiste prioriteit hebben. Nou, als je een mooi probleem hebt, dan verbindt dat. Hè? Dus waar je ook allemaal achter staat. En het kan bijvoorbeeld zijn, je kunt ook renovatie van de koppelaan iets anders. In Amsterdam heb je funderingsrot, panden verzakken. Nou, combineert dat aan een verduurzamingsopgave. Of zoals overal speelt wel iets. En koppel dat aan een ander probleem, zodat het ook niet iets is wat ernaast komt, maar iets is wat toch al speelt en waar je erbij kan pakken eigenlijk. En dan het tweede is gewoon begin gewoon klein. Dus start met desnoods een wijk of een straat. Maak het niet te groot. Ik denk dat dat ook wel echt een les is. Dat als je 5 verschillende corporaties wil onboarden, 12 co-makers en iedereen moet hetzelfde vinden. Ja, er is nooit een plan wat je kan schrijven dat iedereen naar tevredenheid achter gaat staan. En dan kun je eigenlijk beter de fundering ervan wel kopiëren, maar het uiteindelijke prioriteiten net per organisatie iets laten verschillen. Want ja, anders raak je de mensen niet echt. Mooi, dankjewel. En als je kijkt naar wat het kan bijdragen, maar ook ik heb... Samantha, ik krijg een signaal dat onze deelnemers weg zijn en dat het live programma weer is begonnen. Oh, nou ja, en ik kreeg inderdaad een verzoek om het af te maken op een mooie manier. Dat wij nog een strik omheen kunnen doen. De techniek heeft ons in de steek gelaten vandaag. Helaas. Maar goed, laten we het even afmaken. In ieder geval, mooie tips meegegeven en concreet kunnen maken. En Margriet, wil jij nog iets meegeven aan de deelnemers? Ja, dat wij maar zo kort tijd hadden dat we jullie alleen maar een tipje van de sluier op konden lichten. Maar dat zowel de renovatieversneller als de partijen die in Utrecht werken heel veel digitale informatie hebben in de vorm van filmpjes. Dus trigger dit je. Wil je meer weten? Trek aan de bel. We zijn op allerlei manieren bereid om met jullie te delen en ook op jullie op weg te helpen. Eigenlijk vinden we dat jullie dat moeten doen, want daarom zitten we hier om onze ervaring te delen.